En niet alleen met mij, maar ook met mijn lieve, lieftallige meisjes. Eentje ligt hier al. En eentje ligt daar al. En mijn rollator die staat al klaar met mijn jas en al. Nee. Nee. Dat mag niet. Nee. Goedemiddag lieve vrienden, het is vandaag alweer zondag. Lang al heel erg lang is het zondag, ja. Afgelopen nacht om 12 uur begonnen, maar ik wens jullie welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine. En de beestenboel, het is alweer 15:34, dus het is net 3:30 geweest. Ik ga weer even met de meisjes lopen. Ik was weer teruggeschoten mijn bed in, want ik had knallende koppijn. En dat heb ik eigenlijk nog. Ik ben misschien wel vrolijk, maar ik heb wel knallende koppijn. Ik ben er misselijk van. Het wil niet zakken, ik heb er alles al tegen gedaan. En ik denk, nou ja, toch maar er weer uit dan. Ja, en weer even lekker de frisse lucht in. En even met meisjes lopen en dan zien we wel weer. Ik had vandaag heel wat op petto, want ik wil de vaten opruimen. Dus de vaatwasser moet ik vullen. Eerst leeghalen en vullen. En ja, ik heb meer dingen te doen eigenlijk. Maar als je zo beroerd bent als ik nu weer, met die hoofdpijn, dan valt er weinig te doen. Ja, kan ik ook niks te doen. Maar oké, we zien wel wat, waar het schip strandt. Ik bekijk het wel. Op mijn gemak. En ik probeer jullie natuurlijk weer mee te nemen met hetgeen wat ik doe en wat ik niet doe. Als ik thuis kom is het sowieso een bak koffie en eerst even mijn spelletje. Ja. En daarna zie ik wel weer. Simpel zat. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen, maar probeer ook met mij mee te genieten. Ja, dat komt het allemaal wel weer goed. En niet alleen met mij, maar ook met mijn lieve, lieftallige meisjes, eentje ligt hier al. En eentje ligt daar al. En mijn rollator die staat al klaar met mijn jas en al. Dus dat ga ik zo meteen aandoen. Zo, die staat ook weer. En de poten die zijn slap. Als ik hem omhoog haal, volgens mij gelijk weer naar beneden. Wil je hem weer neerzetten? Ja, dan moet je twee handen gebruiken, hè? Anders gaat het niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei, doei. Goedenavond, lieve vrienden. Daar zijn we weer eventjes retour. Wat een storm weer buiten. Kanonnen. En ik had mijn handschoenen aan en toch koude handen. En mijn linkerduim die doet zelfs zeer. Ook heb ik nog steeds hoofdpijn. Ja, en hoe laat leven we nu? Het is nu 19:40, dus 7:50. Nee. Nee, dat mag niet. Nee. Nee. We gaan geen papier oversnippen. Het is geen karton. We blijven de krantenbak af. Heb je begrepen? Dat gaan we niet doen. Nee. Zo, ook weer. Nou, ik zie je wel hoor, deugnietje. Gaan we niet doen. Nee. Maar oké, ook dat kan gebeuren. Nee. Ging ze er weer naartoe, duveltje in een doosje. Gaan we doen. Dikke boef. Ja, je bent een dikke boef, jij. Je speelgoed achter de stoel staan. Ja, ga dat maar eens pakken. Maar oké, in ieder geval, lieve vrienden, ik heb de keuken in ieder geval schoon op drie dingen daar. Want die drie dingen konden niet meer in de vaatwasser erbij. Want ik had een grote pan en ja, daar kon er wel een dingetje onderdoor. Dat heb ik wel gedaan, maar wat er nou nog op de aardrijkst staat, kon er niet meer bij. Nou ja, volgende ronde, nieuwe kansen. Dan gaat het op de vensterbank zitten. Ook goed. Nieuwe ronde. Ja, nieuwe kansen. Simpel. Hoefie.
Maar in ieder geval, de vaat is verder wel schoon, wat schoon moest. Dit was de koekenpan. En een plastic pan, dat is een rijstkoker voor in de magnetron. Maar die gebruik ik ook voor andere doeleinden. En een litermaat. Nou ja, hek 1, 2, 3 niet nodig. En anders spoel ik het gewoon weer onder de kraan om. En dan kan ik het ook weer gebruiken. Ja, toch? Ja, en dus de meisjes weer uitgelaten. Maar het stormt nog harder dan dat het vanmiddag al deed. En het water in de gracht, nou dat kolkt erover. Ja, echt. Het is vreselijk. Zolang het me nog niet over de rand heen komt, vind ik het allemaal wel best. En zo hoog komt dat gelukkig in de gracht niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond toe. En ik hoop dat ik het niet vergeet om, voordat ik naar bed ga, weer even terug te komen. Om jullie wel trusten te wensen, en anders heb ik pech. Ja. Ik ben er nog niet steeds helemaal bij. Ook jullie weten dat ik nog steeds hoest. Het valt nou even mee. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel weer goed. En dat hoesten gaat ook wel weer terzijdertijd hopelijk over. En Michel, als je me deze vlog ziet, sorry hoor. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik wou dat ik er vanaf was. Want ik word er zelf ook beroerd en moe en futloos van. Hoofdpijn ervan. Nou ja, noem maar op. Wat je allemaal door het hoesten wel niet kan krijgen. Leuk is het niet hoor. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Ze zeggen geniet ze.